Ik krijg zeer vaak krijg ik een mail. Daarop staat van: Roos, weet je ook welke preprobiotica ik moet bestellen? Weet je een goede? Ja, dat is super lastig voor mij om te zeggen. Want hoe kan ik nou sowieso via een mail of als ik iemand recht vond, hoe kan ik nou weten welke preprobiotica voor diegene goed is? Dat weet ik niet. Ik kan het alleen maar weten als ik echt een ontlastingstest laat doen. En dan komt daaruit een hele specifieke preprobiotica wat diegene nodig heeft. Dan kan ik het echt met volle overtuiging zeggen. 9 van de 10 keer is het helemaal niet nodig om iemand meteen een preprobiotica te geven. Natuurlijk zal het altijd enige ondersteuning geven. Maar veel belangrijker is om te kijken, wat heeft die darm nou nodig? En als ik het voedingspatroon zie, dan denk ik al, ja, ik zie ontzettend veel suikers, veel bewerkte producten. Als we dat er alleen al uitkiepen en we eten veel meer groenten en fruit, dan komen we soms al een heel eind. Dus ik zal niet alles zo meteen maar zeggen, je moet die en die preprobiotica hebben. Dus het scheelt me heel veel piltjes, denk ik. Het geeft helemaal niks, want ik hou ervan om mensen te helpen. Maar met deze post kan ik in ieder geval die mensen al een beetje geruststellen. Doeg!